Dat kan natuurlijk niet. Tadaa! Schitterend, toch? En dan is het eigenlijk alleen een kwestie van een schaar pakken en knippen maar. Maar voordat ik je dat ga laten zien, ga ik eerst nog even verder met de rok. Mijn rok en mijn top zijn af en ik ben heel erg benieuwd of het ook echt een verbetering is geworden. Motherfuckers wanna get famous. Bust guns again. Dangerous, dangerous. Graduated from Cambridge, yeah. Money talks and wat was dat genieten bij het distributiecentrum. Ongelooflijk. Echt een dream come true. Ik heb een mooie buit gescoord. En ik zal eens even wat pareltjes uitlichten die ik daartussen heb zitten. Tadaa! Dit is mijn buit. Ik vind zelf dat ik het nog redelijk klein heb gehouden. Ik heb één goede tas gevuld. En daar zitten wat leuke items tussen. Zo heb ik verschillende dingen meegenomen. Allereerst natuurlijk iets met een panterprintje. Dit is een oude blouse. Ik vind het model van deze blouse een beetje suf, maar de print vind ik heel erg leuk. Ik heb een goede score gedaan aan spijkerbroeken. Allemaal een beetje oude spijkerbroeken waar net iets mis mee was. Dus in sommige zit een vlek. Of bijvoorbeeld bij deze is iemand volledig uit zijn naad gescheurd. Dat kan natuurlijk niet. Ja, wat heb ik nog meer? Deze is heel leuk. Dit is een rok. En eigenlijk is er niet zo heel veel mis met dit kledingstuk. Maar sommige kledingstukken heb ik meegenomen omdat ik dacht, die verdienen nog wel een upgrade. Dat kan natuurlijk ook altijd. En deze rok was er zo eentje van. Dus het lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om vandaag met deze rok aan de slag te gaan. En daarbij heb ik ook wat blouses en shirts meegenomen. Waaronder deze leuke blouse. Deze kleur vind ik echt fantastisch. Ik ben echt dol op deze kleur. Maar het model is gewoon echt een beetje suf. Ook niet heel veel mis mee. Het is gewoon een blouse. Maar ik denk dat hier gewoon wel echt iets leukers van is te maken. En met deze blouse wil ik dan ook vandaag aan de slag gaan. Die leg ik op de stapel waar ik iets mee ga doen. En deze kleding gaat weer terug in de tas. En daar komt vast weer een ander moment voor om hier weer iets leuks van te gaan maken. Oké, deze twee items ga ik dus vandaag thrift flippen. En om jullie nou een beeld te geven wat de before is, zal ik het even voor jullie aantrekken. Schitterend, toch? Ik voel me aan de bovenkant een beetje Adriaan van Bassie en Adriaan. En aan de onderkant echt een beetje een grootmoeder. Ding is met zulke modellen is vaak dat ik het gewoon een beetje truttig vind. Weet je, het kan allemaal wat spannender, wat stoerder, wat hipper. Iets meer van nu. Ik vind het stofje namelijk wel echt heel erg leuk. Maar het model vind ik gewoon net iets te volwassen. Ik ben nog jeugdig, ik ben nog jong. Ik vind dat het nog wel wat gekker kan. Dus zoals je kan zien is het hoog tijd dat ik hier even een vleugje creativiteit overheen gooi. Ik ga beginnen met de blouse. En het lijkt me leuk om hier een off-shoulder top van te gaan maken. Eigenlijk is dit niet heel erg moeilijk. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is even een schaar, elastiek en een naaimachine. Je kan het eventueel ook met de hand doen of met textiellijm, maar ik kies daar zelf nooit voor omdat het allemaal iets minder goed blijft zitten. Maar het is wel een optie. Het eerste wat je doet is de blouse even plat op tafel leggen. Je kan natuurlijk meteen de schaar erin zetten, maar ik vind het zelf wel handig om het eerst toch even af te tekenen met een stofkrijtje. En dan teken ik eigenlijk langs de bovenkant even een lijn waar ik hem af zou willen knippen. Ik doe dit gewoon een beetje op gevoel, wat ik denk dat goed is. En dat het een beetje symmetrisch is. Dat is toch ook altijd wel leuk. Zo, tot hier. En aan de achterkant. Zoals je kan zien heb ik nu heel licht met een krijtje even een lijn gezet waar ik hem af wil knippen. En dan is het eigenlijk alleen een kwestie van een schaar pakken en knippen maar. Nou, enig. Oh, dit is eigenlijk ook wel een lookje hoor. Dat is best grappig. De bovenkant van mijn blouse is er nu afgeknipt. En nu is het natuurlijk eigenlijk een enorme blouse geworden. Maar daar heb ik een heel slim idee voor. Ik ga namelijk aan de bovenkant elastiek erdoorheen stikken. Om dat elastiek erdoorheen te krijgen, zullen we eerst een tunneltje moeten maken waar we het elastiek doorheen kunnen duwen. En dat doe ik op de volgende manier. Ik vouw mijn blouse 1 cm naar binnen. Dan krijg je dus een tunneltje aan de bovenkant en daar kan je het elastiek doorheen duwen. Als je de tunnel gaat stikken, zorg er dan voor dat je een klein stukje openlaat, want hier moet straks het elastiekje natuurlijk nog doorheen. Om te weten hoeveel elastiek je precies nodig hebt, pak ik het elastiek en doe ik het even om zoals de top zou moeten komen. Of shoulder. Moet niet te strak, maar ook niet te los, want anders zakt het natuurlijk nog verder van de schouders af. Ik denk dat dit goed is. Dan knip ik het af. En dan pak ik even een veiligheidsspeld. En die steek ik door mijn elastiekje heen. Zo. Dan heb ik hier de opening van mijn tunnel. En daar steek ik mijn veiligheidsspeld in. Aan de binnenkant voel ik nu precies waar mijn veiligheidsspeld zit. En die ga ik langzaam door mijn tunneltje heen duwen. Hou er wel rekening mee dat als je op een gegeven moment bij het uiteinde van je elastiek komt, je niet die ook de tunnel in laat schieten. Want anders ben je natuurlijk je elastiekje kwijt. Als je bij het einde bent, dan kan je de elastiekjes aan elkaar vastmaken. Je kan dat doen door even een knoopje in te maken. Of er even met je naaimachine overheen te stikken. En als je het elastiek aan elkaar vast hebt gemaakt, dan kan je hem er helemaal doorheen trekken.
De bovenkant van de blouse is al aardig opgeknapt, maar nu is de onderkant van de blouse nog aan de beurt. Het lijkt me leuk om aan de bovenkant van de top een beetje volume te houden en dat het aan de onderkant van de top mooi recht is. En daarom knip ik nu onder de borst de blouse af. Het is nu een crop top, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ik wil de bovenkant van de top wat extra volume geven en daarom ga ik aan de onderkant van deze crop top ook elastiek stikken. En dat doe ik eigenlijk op een hele simpele manier. Ik pak weer mijn elastiek en meet even op hoeveel ik precies nodig heb. Dus zoveel. Dat knip ik af. En dat stik ik nu met mijn naaimachine aan de onderkant van de top. Altijd als je wil gaan rimpelen met elastiek, moet je het elastiek uittrekken als je het onder de naaimachine doorhaalt. En als het dan is vastgenaaid en je laat het weer los, dan rimpelt de stof mooi terug. Hier heb ik nu alleen nog de onderkant van de top. En die wil ik opnieuw vastmaken aan de bovenkant van de top. Maar dan wil ik hem wel een klein beetje innemen. En om te weten hoeveel ik hem moet innemen, meet ik even mijn taille op. Die gaat door de helft. Zo. En nu zie ik dat ik aan allebei de kanten ongeveer 10 centimeter eraf moet halen. En als je de zijnaden hebt gespeld, dan kan je ze dichtstikken op de naaimachine. De stof naast de nieuwe naad die knip ik eraf. En nu kan ik de nieuwe onderkant vastnaaien aan mijn nieuwe bovenkant. De top is af en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe die staat. Maar voordat ik je dat ga laten zien, ga ik eerst nog even verder met de rok. En voor de rok heb ik een heel leuk plan in petto. Namelijk iets wat super hip en trendy is. Tegenwoordig zie je heel veel van dit soort rokken. En dat is natuurlijk heel leuk omdat je zelf een beetje kan bepalen hoe lang je je rok wil maken. En dat ga ik vandaag van deze rok maken. Daarvoor leg ik mijn rok even binnenstebuiten op tafel. En zorg ik dat de naden precies op elkaar liggen. Het model van deze rok die klokt een beetje aan de onderkant. Dat betekent dat hij iets meer wijd uitloopt. En voor het model wat ik ga maken is dat niet nodig. Dus wat ik ga doen is de rok recht naar beneden stikken. En het klokkende van de rok er dus uithalen. Dat doe ik door even een meetlint langs de zijnaad te leggen. En hem haaks naar beneden te laten lopen. Dan zie ik dus aan de zijkant wat er te veel is. En dat speld ik af. Aan de andere kant van de rok doe ik dat ook. En waar ik de rok nu heb afgespeld, daar stik ik langs met mijn naaimachine. Ik heb een nieuwe zijnaad gestikt en die loopt ongeveer hier. Het is een beetje moeilijk te zien, maar ik heb eigenlijk een heel groot driehoek aan de bovenkant over. Dit kan ik er meteen afknippen, maar ik knip het er niet af. Ik knip de stof eerst open. Dus eigenlijk hebben we net een nieuwe naad gemaakt en de oude naad knip ik nu open. En als je de naad hebt opengeknipt, dan ziet het er dus zo uit. Dus dit is het driehoek wat je hebt dichtgestikt. En belangrijk is om dat er dus nog niet af te knippen, want die driehoek hebben we nodig om tunnels te stikken. Precies naast de nieuwe middennaad stik je aan allebei de kanten op 1 centimeter een nieuwe naad. En op die manier krijgen we aan allebei de kanten van de naad een tunneltje. En dat hebben we nodig, want daar moet straks het koord doorheen om de rok te laten rimpelen. Aan de voorkant van de rok heb ik nu 2 tunnels gestikt. En aan de achterkant van de rok heb ik natuurlijk nog wat extra stof over. Deze extra lapje stof, die heb je nu niet meer nodig. Dus die kan je er gewoon afknippen of even aflokken met de lokmachine. En de tunnels die ik aan deze kant van de rok heb gestikt, die stik ik nu ook aan de andere kant van de rok. En dan is het enige wat we nog hoeven te doen, het lintje door de tunnels heen halen. En dat doe je op dezelfde manier zoals we bij de top ook hebben gedaan. Dus ik heb hier een zwart lint. Daar maak ik een veiligheidsspeld aan vast. Zo. En dan steek ik die door het begin van mijn tunnel heen. En als die er aan de bovenkant uitkomt, dan steek je hem in de andere tunnel en ga je weer terug naar beneden. Als het elastiek er aan de ene kant doorheen is, dan doe je dat ook bij de andere kant. Mijn rok en mijn top zijn af en ik ben heel erg benieuwd of het ook echt een verbetering is geworden. Kijk hoe fancy. Ik voel me echt helemaal dame. Ik vind dit toch wel echt een upgrade, al zeg ik het zelf. Ik vind die top echt super leuk geworden. En ik denk ook dat die echt heel erg leuk is op een spijkerbroek. Wat stoerder, zeg maar. En die rok vind ik ook echt heel erg tof geworden. Hij kan natuurlijk ook zo. Zo vind ik hem eigenlijk ook wel echt heel erg leuk. Die rok is sowieso echt een topper en zou ik zeker aanraden als je nog niet heel veel ervaring heb met de naaimachine. Die top is dan misschien iets ingewikkelder, maar uiteindelijk denk ik dat het ook wel moet lukken. Ja, ik ben er echt mega blij mee. Ik hoop dat jullie het ook heel erg geslaagd vinden. En als dat nou zo is, like deze video dan even. En mocht je nou nog meer willen zien van mij en van de Recherche Store, zorg dan even dat je geabonneerd bent op dit kanaal. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Maar volgende week ben ik er natuurlijk.